Beste inwoners, afgelopen dinsdag heeft premier Rutte ons verteld dat alle maatregelen nog worden verlengd tot en met 19 mei. En ik denk dat we allemaal gehoopt hadden dat het iets soepeler zou worden. Maar dat kan nog niet, omdat de situatie nog niet echt onder controle is. Daarom zullen we nog een tijd vastzitten aan alle maatregelen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zoveel mogelijk thuis te werken. En als we naar buiten gaan, om dan 1,5 meter in acht te houden. Als we boodschappen doen of naar de markt gaan. Dat is echt belangrijk. En die maatregelen die hebben een grote impact. Ook op de bedrijven, de horeca die nog dicht is, de kappers. Met alle grote financiële gevolgen voordien. Maar ik ben trots dat ondanks de grote gevolgen iedereen zich zo goed aan deze maatregelen houdt. Wat goed, mensen in Oostgelre, dat we het zo goed hebben gedaan. En gelukkig komt er ook iets meer lucht. Lucht voor de kinderen die straks weer naar school mogen, de basisschoolkinderen. En dat ze ook mogen sporten buiten. En dat ook de wat oudere kinderen tot en met 18 jaar georganiseerd, maar dan wel met die 1,5 meter afstand ook mogen sporten. Dat gaat, denk ik, toch wel lucht geven, lucht die we zo nodig hebben. En dan, ja, onze evenementen. Tot 1 september is door alle evenementen een streep gehaald. Dat was ook een grote klap. We zagen het aankomen, maar als je hoort dat we straks niet onze kermissen hebben en niet de Zwarte Cross, waar we zo fijn samen kunnen zijn en genieten, dan is dat toch ook slikken. En voor de organisatoren natuurlijk een hele grote tegenslag. Maar het is ook mooi om te zien dat na zo'n tegenslag ook de ondernemers, onze mensen, de rug rechten en proberen de schouders eronder te zetten en naar de toekomst te kijken. Want voor die toekomst doen we het, een gezonde toekomst. En daarom is het zo belangrijk dat we nog vol blijven houden. Ook al zouden we zo graag de ruimte willen en voelen we ook dat we die ruimte willen opzoeken. Toch graag weer naar het werk, weer je vrienden of je ouders in het verpleeghuis opzoeken. Maar beste mensen, laten we volhouden. Dat is wat ik vaker heb gezegd en ook nu zou willen herhalen. Houd vol, want dan kunnen we samen het virus onder controle krijgen. Dank u wel.